Eva, jij bent kampioen biertappen van Arnhem. Gefeliciteerd. Dankjewel. Wat heb je moeten doen om kampioen van Arnhem te worden? Uh, ja, een goed biertje tappen natuurlijk. En uh, hoe ging dat in werk? Uh, nou ja, je werk? Je meerdere rondes. Dus de eerste ronde dat iedereen uh, ja, laat zien wat hij in huis heeft. Nou ja, daarna dan heb je de tweede ronde. Dus dan zijn er al mensen afgevallen. En uh, ja, toen was ik ook. Door naar de derde ronde. En je mocht verschillende soorten biertjes tappen, zei je? Ja, je moet uh, een fluitje tappen, een Amsterdammertje en een flesje speciaal bier uitschenken. Ik uh, krijg er uh, dorst van. Ben je er trots op wat je bereikt, hè? Ja, ik ben er wel trots op, ja. Want je ging er niet heen om te winnen? Uh, nou, ik ging er heen eigenlijk voor de gezelligheid. En ja, wat, ik wat we afgelopen jaar al doen met het heel hele team, uh, gaan we lekker bier tappen. En ja, het is toch wel leuk om dan in één keer wel, uh, wel gewonnen te hebben, ja. En wat is volgens jou een goed biertje? Lekker of ook nog heerlijk geserveerd? Uh, voor mij is een goed getapt biertje moeten, ja, al wel gewoon goed uitzien. Gewoon een mooie bolling, goede schuimkraag. Dat je denkt van nou, dat is wel een lekker biertje. Als ik nou thuis ook veel biertje wil tappen, wat is nou nummer één tip die je meegeeft? geeft? Ik denk dat je, als je thuis een lekker biertje tapt, zorg dat het glas gewoon goed schoon is. Glas goed schoon? Ja. Uh, nou heb jij dus uh, gewonnen. Uh, hoe, gaan we, hoe ga je nu verder? Um, nou ja, ik ga door natuurlijk naar, uh, naar de volgende wedstrijd. Of dat dan een finale is. Of, ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Nog niet in verdiept. Maar ik ga wel meedoen. Dat wel. Oké, okay, spannend. Nou, heel veel succes ermee. Dank je wel.